dames en heren. Vandaag is de belangrijkste rechtszaak van het jaar. De rechtszaak waar iedereen mee bezig is. Miljoenen mensen kijken thuis live mee naar dit prachtige fenomeen. Kijkt u ook mee? Iedereen even opstaan voor de rechter. Ja, iedereen opstaan. Jullie ook allemaal in de zaal. Je mag pas gaan zitten als de rechter ook zit. Wij zijn hier allebei ingekomen omdat Elmo de kat Wiskas heeft aangeklaagd. Advocaat van Elmo zou ik haar dus behandelen. Dank u wel, meneer de rechter. Nou, Elmo de Poes hier heeft Wiskas aangeklaagd voor valse advertering. De slogan van Wiskas geldt of luidt als dan poeslag en kosten Wiskas. Maar Elmo hier houdt helemaal niet van Wiskas. Dank u wel. Oké, advocaat van Wiskas, heeft u er iets op de zeker te zeggen? Dat is maar één katsoort. Er zijn zoveel andere katten die Wiskas wel super lekker vinden. Ik zou graag een getuige willen oproepen. Naam? Henry de kattenfluisteraar. Henry de kattenfluisteraar. Ik ben Henry en ik fluister katten. En ik heb dus met Elmo een goed gesprek gehad. En hij zei tegen mij, ja, Wiskas, dat is toch tijd vies. Ik zal het voor u confirmeren. Zit u? Waarom hebben jullie überhaupt een kattenfluisteraar ingehuurd? Waarom kom je staan? Nou, kijk, ik ben normaal gesproken niet zo'n kat uit de boom kijk type. Maar dit keer heb ik een jaarvoorraad aan Wiskas gekocht. Nou blijkt, Elmo wordt kotsmisselijk van Wiskas. Nou, hele huis ondergekotst. En raar maar wie dat op moest ruimen. Ik natuurlijk. En ik had gehoord van mijn tandarts dat hij een collega had. En die had weer een vriend. En die had een kennis. En die had weer ook weer een collega. En die had een buurman. En die had een neefje. En die kende dus een kattenfluisteraar. Dus de neefje van de buurman. De advocaat van de Wiskas, heeft hij nog iets te zeggen? Was het geen dom idee om voor een heel jaar Wiskas te kopen? Als je het maar voor even hadden gekocht, had ik niet geweten of het goed of slecht was geweest. Dus u zegt dat het slecht kan zijn? Dus u zegt eigenlijk dat ze een kat in de zak hebben gekocht? Oh, zet ik wil ze zelf op. Het is een kat doen. Kijk, Wiskas is een prachtig merk met heerlijk voedsel. Zelf eet ik het namelijk ook het liefst in de ochtend, middag en avond. Dus u eet het in de ochtend, middag en avond? Zeker. U bent gewoon zelf een kat? Wat? Hij verstaat me. Ja, een kat. Dus u bent een kat? Laat de klauwen maar zien, een poesje. Orde in de rechtszaal, hé. Orde in de rechtszaal. U stapt af en toe mij, dan moet je niet